Meneer De Groot. Meneer de voorzitter, waarde collega's, leden van de regering. De feiten in Luik deze week hebben ons enorm getroffen, enorm diep geraakt. En in de eerste plaats wil ik mij aansluiten bij de blijken van medeleven die hier namens de regering en namens de Kamervoorzitter betoond werden. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Eveneens wil ik een woord van hulde en dank brengen aan alle hulpdiensten. Hulpdiensten die niet alleen zeer snel ter plaatse waren, maar hulpdiensten die in die moeilijke situatie niet wisten wat hen boven het hoofd hing. Op dat moment wisten zij niet, was er één dader, waren er meerdere daders, was het een terroristische aanslag, konden er nog ontploffingen volgen. Op dat moment wisten die mensen niet wat zij voor hadden. En toch hebben zij met een heldenmoed alles tot een goed einde gebracht. Een zeer dubbele hulde en dank is aan al die diensten verschuldigd. Maar niettemin, beste collega's, dergelijke gebeurtenissen roepen telkens vragen op. Vragen die iedere keer voorkomen als er zich een zeer ernstig voorval voordoet. Denken we maar uit het verleden, Jules van Holsbeek, de aanslag op het kinderdagverblijf in Dendermonde. Al die zaken, dan komen bij ons telkens, Hans van Temse, dergelijke vragen komen allemaal bij ons op. Dan ontstaat de roep naar strengere aanpak. Strengere aanpak van bepaalde situaties, de roep naar strengere wetgeving. Maar wat constateren we soms, beste collega's, dat na een zekere tijd, enkele weken of enkele maanden later, die roep wegebt, dat het een beetje vervaagt en dat men op het terrein veelal de indruk krijgt dat er niets veranderd is of niets zou veranderd zijn. En een aspect wat ook in deze zaak weer aan bod komt, dat is het woord wapens, wapenwet, wapenhandel. Er kan een roep zijn om te zeggen, de wapenwet moet verstrengen, maar we weten dat we in België al een strenge wapenwet hebben. En het is niet dat wat de hangsters zal afschrikken. Met een verstrenging van de wapenwet zoals we hem nu kennen, moeten we opletten dat we niet mensen viseren waar het niet over gaat. De correcte gebruiker van wapens, een sportschutter, een jager, daar gaat het hier niet over. Het gaat hem over illegaal wapenbezit. Een zwarte markt in illegale wapens. Dat is datgene wat moet gelokaliseerd worden, wat moet in kaart gebracht worden. En dat zal een heuse opgave zijn voor de regering, voor onze diensten, voor justitie, voor politie. Want dat is er nodig om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden. Het is immers al te gemakkelijk om aan illegale wapens te geraken. En een ander aspect wat ook ruim aan bod is gekomen de afgelopen dagen en waar nog heel wat inkt zal overvloeien, is de opvolging. De opvolging van hoe het moet met mensen die in voorwaardelijke vrijheid gesteld zijn. Nu kunnen we zeggen, die opvolging verloopt heel zacht. Het volstaat voor zo iemand, voor een ex-gedetineerde, om zich maandelijks eens aan te bieden bij een assistent, om braafjes een vragenlijst in te vullen of braafjes op enkele vragen een antwoord te geven, een goede indruk te wekken en er schijnt geen vuiltje aan de lucht te zijn. Niets is minder waar. Over die opvolgingen zal er een andere aanpak nodig zijn. Er zijn meer mogelijkheden nodig om die opvolging anders te kunnen organiseren. En ik denk daarbij aan iets wat vroeger gebeurde.
Bij de gemeentepolitie, voor de politiehervorming, kregen verschillende wijkagenten, of de gemeentepolitie van vroeger, kreeg de opdracht van parketten om bepaalde ex-gedetineerden te volgen en een oogje in het zeil te houden. En ik kan u zeggen, waarde collega's, dat was een werkwijze die zeker vruchtbaar was. Ten slotte wil ik ook nog even de aandacht vestigen op het probleem van overlast van parketten, die zich ook situeert dan bij justitieassistenten. Ik kan begrip opbrengen dat voor die diensten en voor die mensen er heel wat werkoverlast is en dat het dan misschien niet gemakkelijk is om die zaken terdege op te volgen. Ook daar ligt een uitdaging voor de regering en voor onze diensten om te maken dat de nodige middelen worden ingezet op de nodige plaatsen en in de juiste situaties. Ik vraag leden van de regering dat u met deze aanbevelingen rekening zou willen houden in de toekomst. Wij als N-VA zullen deze zaken op een constructieve wijze bekijken. We zijn het verschuldigd allemaal, niet alleen aan onze medeburgers, maar ook aan alle slachtoffers van zinloos geweld. En ik dank u.